Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken, Barry's Internet Club. Ik ben het eerstejaars dagtoernooi aan het spelen. En ik kwam dit spelletje tegen. Ik denk, ik ga dat meteen eens even opnemen. Want het zijn een hele hoop punten. Het zijn er 18. En je hebt geleerd, 1 Sanse toe open je met 15, 16 of 17 punten. 15 tot 17 een Sanse toeverdeling. Sanse toeverdeling is het wel, een 4-4-3-2. Maar hier open ik op 1 niveau. 1 klaveren. Met de bedoeling om na 1 schoppen bijvoorbeeld 2 sansen toe te herbieden om 18, 19 punten aan te geven. Maar hier biedt onze partner 1 harten. Dus we vallen eigenlijk meteen met onze neus in de boter. Ik bied 4 harten. Meteen de manche. We hebben voldoende punten samen om de manche te spelen. Dus laten we meteen eens eventjes kijken welke verliezers we hebben. Nou, ik kan je vertellen weinig. In harten. 0. In het troefcontact gaan we altijd eerst verliezen stellen. In harten hebben we eigenlijk 0 verliezers. Schoppen 1 of 2. In ruiten 0. Ik tel vanuit de lange kant van de troef. En in klaver? Nee, ook 0, want ik heb het klaver als klaver koning. Dus het enige wat we moeten doen in het spel is eigenlijk een schoppenbeslissing. Dus een snit, een schoppetje naar de boer of naar de vrouw. Nu stel ik dit soort beslissingen eigenlijk altijd liever een beetje uit. Maar de eerste ruiten pak ik. Nu ga ik eerst troef trekken. Harten naar het aas. Harten koning. Ja, nu de troeven rond zitten is het echt de schoppenkeuze. Want ik hoef geen lengteslagen te maken in schoppen. Dus even nadenken of dat we hier nog wat mee kunnen doen. Nou, weet je. Zal ik eens klaar met aas spelen? Schoppetje. Weet je, ik speel hem naar de boer. De reden waarom ik hem eigenlijk naar de boer speel, dat heeft eigenlijk weinig voorkeur. Maar ik zit wel te bedenken, als we nou gaan starten. En Oost is in ieder geval geen schoppen gestart. En van schoppenvrouw zou die misschien wel schoppen starten. Nu is trouwens de rest voor mij. Ik zal het nog even afspelen. Schoppen die troef ik in. Ik speel klaver koning. En nu troef ik een klaver in. En ik troef een schoppetje in. Straks het hele spel hebben, zal ik nog wel eens eventjes er wat over vertellen. Kijk, Oost die moet starten. En Oost die start, ja, hij kan eigenlijk alle starten uit de boer. Is een hele logische keuze. Maar ik weet ook, op het moment dat hij schoppen vrouw zou hebben, dan is dat wel een alternatief. Dat zou die kunnen starten. Van schoppen aas niet. Dus zat ik te denken, nou, de kans is dan misschien wel ietsje groter dat hij hier schoppen aas heeft. Maar het blijft gewoon een beslissing. Dus ik zeg, leuk dat jullie mee hebben gekeken naar dit spel. En ik ga er snel nog eentje opnemen. Dat zien jullie volgende keer. Hey, de groeten!